begreep haar. Ik zat in dezelfde soort situatie. Ze was echt mijn beste vriendin. Maar nu... Ik kan haar nooit vergeven wat ze gedaan heeft. Ik kan er niet tegen hoe dat ze me aanstaart. De grond die wij bewerkten was van de baron, ja. En ons Anneke werkte daar als meid. Maar sinds de dood van de baron geraakte de barones in geldnood en heeft ze de gronden verkocht. Een motief is dan wel snel gemaakt. Maar dat is toch geen reden om iemand te vermoorden? Niemand keek je aan, niemand tilde je op. Niemand hielp je verder gaan. Bang, schuld, boete en naam. Werd iedereen afgeleefd, afgezonderd en terminaal in de terminus. Het eind. Als u onschuldig bent in de ogen van God, hebt u niets te vrezen, toch?